Zarat en Malou hebben vandaag hun eindgesprek. Ik stel voor dat we de brieven gaan voorlezen. En Malou, als jij wil beginnen en als daar nog dingen in zitten die pijn doen, dat we die nog bespreken. Malou, ga je gang. Beste Zarat, zoals in mijn trouw geloofde, open en eerlijkheid vind ik erg belangrijk. Dat ben ik vanaf dag 1 geweest. Ik voelde de aantrekkingskracht niet. Alle mood swings heb jij bepaald. Alsof ik een lolly van een kind heb afgepakt, deze weer teruggaf en vervolgens weer had afgepakt. Ik was ervan overtuigd dat wij een sterke match zouden zijn. Maar hoe meer ik jou leerde kennen, hoe meer ik dacht, hoe kunnen we überhaupt gematcht zijn. Ik heb mijn respect voor jou zo hoog gehouden dat ik mezelf tekort heb gedaan. Daar ben ik zelf bij geweest en neem ik dus ook mezelf kwalijk. Ik heb ook geleerd om nog dichter bij mezelf te staan. Mezelf nooit meer te vergelogenen om een ander een beter gevoel te geven. En als ik alles van tevoren had geweten, had ik nee gezegd met Alta. Bedankt voor de les en de inzichten. Maar op dit moment is mijn energie voor jou tot een nulpunt gedaald. En daarom zou ik graag willen scheiden. Succes met alles. Alvast veel plezier met alles wat komen gaat. Zarat, wil je reageren? Ik wens je ook het allerbeste. En eigenlijk ja, verbaast het me niks. Je hebt de signalen wel eens gegeven. Ik heb mijn fouten gemaakt. Misschien meer dan genoeg fouten die hele korte tijd dat we elkaar hebben leren kennen. Dus ja, dank voor de voor duidelijkheid nog. Wat een stoere reactie, hè? Ja, mooi. Ging je niet? Ja, maar het is ook niet dat Zarat en ik zijn ook niet boos met elkaar, hè? Maar het is meer gewoon wat ik zeg, weet je, ik wist het niet zeker, dus ik ga weg. En Zarat komt er dan keihard achteraan. En dat benauwt gewoon heel erg. Waardoor, omdat jij zo graag wil, doordat jij die fouten maakt. Dat is niet omdat jou een slecht mens maakt. Helemaal niet. Ik vind oprecht heel lief dat je deze toevoeging naar die brief doet. Ja, tuurlijk. Zie het jou als mens. Dank je wel. Graag gedaan. Echt lief. En ik weet ook dat als je het zegt dat je het meent. Ja, ontzettend. De korte tijd dat ik je ken. En dat we nog samen nu even kunnen lachen op de bank. Dat doet mij heel veel. Vind ik heel lief. Dat vind ik fijn om te horen. Anne, wat zie jij? Zoals jullie op elkaar reageren, dat is zo tekenend. Want dat hebben we natuurlijk ook, heb ik tijdens de huwelijksreis ook gezien. Er is vuurwerk, er ontploft iets tussen jullie. En daarna weten jullie het ook zo mooi weer met elkaar op te pakken. Dus dat is echt wat je nu ook letterlijk op de bank ziet gebeuren. Evelien, ik zie veel emotie bij jou. Ja, nou ja, ik zie twee mensen die niet hebben gekregen waar ze eigenlijk heel hard naar verlangden. En dat vind ik heel verdrietig, want dat had ik jullie heel erg gegund en voor jullie gewenst. Dus ik hoop echt dat jullie hier iets moois uithalen alsnog voor in de toekomst. Zeker. Dat is heel lief, dank je wel. Ja. Zarat, je hebt ook iets opgeschreven. Ga je gang. Beste Malou. Aan het avontuur waar wij ons voor hebben opgegeven, komt er nu echt een einde. Ik kan trots zeggen dat het experiment voor mij is geslaagd. De bruiloft was een meer dan mooie dag, van begin tot eind. Toen je binnenkwam in die mooie jurk, dacht ik ook echt wauw. Je gaf op de avond aan dat je je helaas niet aangetrokken voelde tot mij. En dat we maar even moesten kijken hoe nu verder. Het was voor mij een angst die werkelijkheid werd. Toch wil ik je bedanken voor je eerlijkheid. Je gaf heel duidelijk aan dat het niks kon worden. Ik had gehoopt gematcht te worden met iemand die ook voor de volle 100% voor het experiment wilde gaan en niet al gelijk wilde stoppen. Ik heb onwijs veel mogen leren waarvan ik hoop dat ik dat mag meedragen mijn leven lang. En ook werd ik weer even gekwetst. Na het afscheid met een knuffel en een zoen op de wang hebben we geen contact meer gehad tot aan het koppelsdiner. Hoewel ik het super fijn vond dat we bij het diner daar als volwassen mensen samen stonden, raakte het mij heel diep dat je de keuze hebt gemaakt om niet tegenover mij te willen zitten. Ik ben dankbaar dat wat begon als een avontuur een bijzonder mooie reis is geworden. Ook deze ervaring heeft mij weer gevormd en ik leer nog altijd. Maar ik weet nu ook dat dit Zarat is. Dit is wie ik ben met al mijn enthousiasme, liefde en plezier. Ik wil mijzelf kunnen zijn. Daardoor kan het tussen ons nooit wat worden. En daarom heb ik besloten om te gaan scheiden. Ja, over dat ze niet tegenover je willen zitten. Ik kon het niet, Zarat. Ik snap het nu. Ik kwam terug uit Schiphol en alle emoties kwamen eruit. Ik heb een week lang geen stem gehad. Ik heb meerdere keren boven die wc gehangen. Ik ben echt letterlijk ziek geworden.
van alles wat er is gebeurd. Ik kon het niet verdragen om tegenover je te zitten. Ik had je dan gewoon even willen vertellen van... goh, jij bent ook door iets heel moeilijks gegaan. En ik kreeg dat moment ook even niet, dus dat was heel moeilijk. Ja, en ik wil er aan toevoegen dat het ongelooflijk knap is... hoe jij elke keer als die kritiek komt het te begrijpen. Dat is heel lief, dank je wel. Los van dat ik het ook begrijp dat Malou het op dat moment niet aankomt. Ja. Wat ik gewoon mooi vind is... we beginnen met twee mensen die eigenlijk naast elkaar op een bank zitten... alsof ze er beide niet zijn. En jullie twee raken in gesprek. En misschien was dat ook eerder niet mogelijk geweest. Maar dit vind ik wel een belangrijk onderdeel... dat je met elkaar gaat evalueren. Wat is er gebeurd? Waarom zijn er keuzes gemaakt? Waarom wou jij daar niet zitten of tegenover elkaar zitten? En dat vind ik wel een belangrijk onderdeel van dat stukje afrondingsproces... ook een stukje verwerkingsproces. Je kon niet tegenover elkaar zitten, maar je kan wel hier op de bank... dit op een bepaalde manier afsluiten, heb ik het gevoel. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. Ik ben er oprecht ook heel blij om, want ik wist ook niet wat ik moest verwachten. Maar dat we dan hier op de bank zitten en dat we het op deze manier afronden... ben ik heel blij mee. Daarom vraag ik ook samen om de ringen daar neer te leggen. Jullie hebben nu samen hier een punt achter gezet. Je kwam binnen en het gezicht stond op donder. En dat staat nu niet meer. Nee. Dank jullie wel voor dit experiment. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja, wat voor Malou loopt hij weg? Ja, positief, denk ik wel. Gewoon weer kijken naar de toekomst. Is de vakantie alweer geboekt? Dat is fijn en dat vind ik ook echt heerlijk om naar uit te kijken. En ik mag zijn wie ik ben. En daar ben ik trots op. Je loopt zowat als qua lengte nog altijd een klein mannetje, maar ik loop met een groot gevoel hier weg. Trots dat ik dit heb mogen ervaren en het punt heb bereikt waar ik nu sta. En ik ga een hele mooie toekomst tegemoet, want ik mag dit allemaal met mij meedragen mijn leven lang. En daar ben ik heel trots op.